Waarom zou je hierheen gaan? En ik zou ook TC voortaan op een eerste verdieping doen, niet beneden. Want ze hebben niet elke deur zitten slopen, hè? Ze hebben alles laten zitten. What the fuck? Ja, ze hebben niks mee, volgens mij. Nee. Ah, niks mee, dat ook weer niet, maar... Nou... Hout hebben ze niet. Steen niet. What the fuck is er gebeurd? Ze hebben wel alles mee, hoor. Oh, de zilver hebben ze mee. Ja, dat sowieso. Zou ik even in base gaan checken, anders? Ja, is goed. Ja. Oh, wacht. Moeten we nog een TC terugplaatsen? Ja, ja ik zou even één droppen, anders. Ik kan die TC wel maken, hoor. Dat is geen probleem. Hier, al je elektriciteit, ik zie al je dingen gewoon hier staan. Dat is gewoon netjes. Ja, ze hebben alles laten zitten. What the fuck? Wat is eruit? Ik maak even een TC, hoor. Ik ben een TC aan het maken. Ik denk, hier heb je allemaal branches out of zo. Wat is dat? Oh, dat is voor onze wissel shit. Ah, oké. Okay. Ben jij nog hier of niet? Ja. Heb je lichtje? Nee. Jij wilt TC? Ik heb TC, maar ik heb geen licht. Ik zie niks meer. Oh, wacht. Ik pak een lichtje. Ik weet niet of dit... Ah, dat wil ik ook wel weten. Als ik een lichtje pak... flashlight of zo heet dat. Heb je licht? Nee. Jij wel? Ja. What the fuck? Ik heb geen licht. Ben je deze TC's gewoon plaatsen? Ik heb dingen plaatsen, ja toch? Ja. Kan je een lichtje maken? Hier al. Kan je hem hier plaatsen of niet? Oh, thank you. Ja, genijt man. Maar ze hebben gewoon je ceiling hiervan kapot gemaakt. Had het high qual gemaakt of zo. Nou ja, dan gaan we dat voortaan doen. Dit is, oké. Vaag shit. Ik vind het echt leuk. Die is vet, hè? Ja, hoe duur is dat? 5 euro. Zo. Maar is wel leuk. Ja, inderdaad. Ja, ik heb dikke winst ook met mijn pickaxe, hoor. Die was ook voor 1,66. Dat zei ik nu al, dat ik die survey heb gedaan. Dat is nu gewoon 5 euro. Gewoon zo'n brandweer pickaxe is dat. Oh ja, die is vet, ja. Goed langs. Maar ze hebben tenminste geen dingen gedespawned, denk ik. Want de rest heb je gewoon. Anders lag het er nog. Ja. We hebben bijna alles. Ja, dat wel. Ik ga even in een base kijken, hoor. Als je wat nodig hebt, moet je het zeggen. Nu weet ik tenminste dat het werkt. Hè. Oh, super chill. Alleen steen misschien, want de kloof... Kan ik gewoon met groepjes meelopen, weet je wel. In plaats van dat slechte spectator. Dat was echt zo irritant. Oh, ja. Ik kan wel handgranaten bij hun gooien. Nee. Moet je eigenlijk 4 admins hebben, dan ga je allemaal die shit gooien. Je kan wel iets anders checken. Kijk wat ze aan het doen zijn. Graaf is een ding bij hun in, gewoon. Om zeker te weten dat ze niet de TC door de muur heen. Dit schiet nu ook niet op mij. Ze hebben alle deuren open. Wat de fuck gaan ze doen? Ze hebben echt een rare base, hoor. Het is klein, compact, maar ze hebben het zo goed opgesteld, dat is niet normaal. Je hebt zeg maar elk gangetje waar je kan lopen, hebben ze wel weer of een mixing table. Of ze hebben hier een workbench. Dan gaan ze een halve foundation omhoog, zeg maar. Hebben ze daar gewoon een repair bench met 2 kistjes. Dus ze weten echt wel wat ze doen, hoor. Maar jij kan door mij heen lopen, toch? Ja, ik kan overal doorheen. Nu. Doordat ik heb net die plugin geactiveerd. Echt super chill. Hier zijn ze bijvoorbeeld... Kun je dat met andere mensen ook doen? Zeg. Dat jij dat met mij doet, kan je dat? Zo, 350 high qual. Wat? Zeg je nou? 350 high qual hebben ze. Oh, valt hem. Ja, maar gewoon even bij elkaar liggend, weet je wel. Ja. 62 explosives. Ze zijn nu een paar aan het killen. Oh ja, dat zou ik ook doen. Ze hebben een M249. Waarom zou je paarden killen dan? Voor high call. Nee, voor low grade. En eten. Oh. Doe ik ook altijd. Nou, maar zij weten wel wat ze doen, hoor. Hier. Low grade. 1888 laat ze zitten. Ja, dus dan is dat dus ook niet... Dat is niet wat ze nodig hadden dan, oké. Zij hebben ook... Zij gebruiken geen... Zij gebruiken allemaal halve muren. Nou, niet altijd. Maar ze gebruiken alleen de ceiling, doen ze van high qual. De muren laten ze gewoon van metaal. Okay. Ja, ik zou echt... Alleen...
Wat heb ik nou nog nodig? Jij zou misschien straks... Zij weten echt wat ze doen. Ja. Ik moet eigenlijk ook even zien. Ook even met je stream meekijken ofzo. Oh ja, ja, oe, ja zeker. Kun jij straks... Dat is best wel leuk om te zien, denk ik. Oké. En zo leer je misschien ook met bouwen. Ja, ik ben wel benieuwd. Dit is een base. Nog wel, ik moet even aanstaan. Kijk eens. Jo, ja. Zie je? Ja. Wat? Wat ga je nu doen? Dat zijn gewoon jouw spullen. Oh ja. Oké. Okay. Maar dan neem je het gewoon mee, dan dumpen ze het hier. Oh, vanwege die regel. Ik denk het. Maar kijk. Ja. Naar binnen. Ik weet niet of dit helemaal goed is. Oeh, dit is wel spannend, deze base. Oh, hier is de rest. Is dat allemaal voor jullie? Ja. We hadden kisten vol met steen. Dus dat zal onze steen zijn, ja? Ah, zie je zo. Rocket, is oké. Okay. Hebben jullie dat ook? Ja, Wesk had dingen gemaakt. Ik weet niet wat Wesk... Nee, maar dit ja, is ja. Wat zijn ze allemaal aan doen? Zijn al die codes aan het veranderen? Wat zit hij daarin? Ze zijn alles aan het despawnen. Waarom? Waarom? Ik snap hem niet, waarom doe je dit? Ja, waarom? Nu je dit ziet, ik zeg hoi. Waarom? Waarom doe je dit? Klopt iets niet hoor, hè? Dit gaat echt niet goed hoor. Dit klopt iets niet hoor, hier. Hé? Hey? Dit klopt echt niet hoor, dit. Wat gebeurt hier? Hé, hey, wat gebeurt hier, hé? Hey? Dit heb ik nog nooit gezien, dus ik ga... Hé? Wat gebeurt hier? Zou ik ze bannen? Ik ben even aan het denken, waarom... Ja, ik ben echt helemaal in de war. Ik ook. Zou ik een granaat gooien? Nee, wacht. Nee. Ja, kijk hier, kijk wat er staat. Whole server is getting raided by Russians. Er is iets aan de hand met deze gast, hoor. Hé, hey, er klopt iets niet hoor met deze gasten, Joe. Echt niet hoor. Nee, kijk, hier is mijn wapen nog. Hé, hey, maar er klopt hier iets echt niet hoor. Nee, er klopt hier echt iets niet. Er zijn inderdaad de hele server over geweest hoor, om dit te doen. Maar ik snap niet waarom ze alles despawnen. Ja, ik zeg een ben erin hoor. Hé? Hey? Ik weet niet hoor. Kijk, ik heb niet heel veel... Je hebt geen bewijs, hè? Maar dit is de tweede keer dat ik dit zie doen, hè? Hey, de vorige keer waren zij het toch ook? Ja. Gisteren. Ze hebben gewoon een andere naam aangenomen. Ja. Het is gewoon precies hetzelfde. Ik maak een screenshot hiervan, hè? Ja, doe maar. Kijk hiernaar. Ja. Hoe maak ik een screenshot? Als ik neem de laatste 10 minuten.